ben Federico Bisschop van Co-Housing Projects. Wij begeleiden eigenlijk groepen van mensen die samen een co-housing project willen bouwen. Dit is Co-Housing Woestgoed in Wondelgem. Dit is eigenlijk een kleiner project in eerste fase met 8 privatieve woningen. Het is eigenlijk een heel mooi bos waar we gaan wonen, dus dat was ook de bedoeling om dat bos te bewaren en om daar natuurlijke woningen in te zetten. Ik ben Stijn van den Broeke van EA+, architecten en ingenieurs. We zijn een ecologisch architectenbureau uit Gent. Een circulaire woning is voor te beginnen een woning die liefst nooit of zo laat mogelijk gesloopt zal worden. Dus alle binnenwanden in alle woningen in het ganse project zijn niet dragend. En op die manier kunnen toekomstige bewoners nog volledig een woning hebben die naar hun zin is. Mijn naam is Veronique Rijkaard van Dubois Houtskeletbouw. Uiteraard is hout een van onze hoofdmaterialen waarmee we werken. Daarnaast letten we er ook op dat de isolatiematerialen biobased zijn en zo weinig mogelijk het milieu belasten. Ik ben Dries van het bedrijf Urabo. We zijn gespecialiseerd in bio-ecologische bouwmaterialen, ook materialen om circulair te bouwen. Eigenlijk gaan we beton gaan uitsparen. Glasschuimgranulaten die worden gebruikt als vloerisolatie. De vloerisolatie die is drainerend. En van die glasschuimgranulaten weten we al dat die ontzettend lang meegaan. Dus we kunnen die gewoon bij een volgend project opnieuw gaan opgraven en opnieuw gaan hergebruiken. Het is zeker en vast een andere manier van bouwen, maar eens je daar ook gewoon in wordt om dat te doen, gaat dat eigenlijk zijn gelijk een klassieke bouw en wordt dat ook een gewoonte. Vanaf de eerste ontwerpschetsen gaan wij eigenlijk al bezig zijn met ecologische materialen. En dat is ook belangrijk, omdat je op die manier van ecologisch bouwen ook een betaalbare vorm van bouwen maakt. De materialen waarmee we werken zijn niet oneindig. En ook sommige bouwmaterialen vergen gewoonweg zeer veel energie om ze te produceren. Dus alle manieren om duurzamer om te gaan met de bronnen is welkom.